In dit filmpje gaan we bespreken de formule van Kamp. De formule van Kamp berekent de optimale bestelgrootte. Oftewel, hoeveel, keer, hoeveel dozen per keer ga ik bestellen? Zijn dat de twee of zijn dat de vijf? Stel, de verkoop geeft aan mij door als magazijnbeheerder dat er per jaar 10.000 dozen worden afgezet. Um, dan kan ik kiezen tussen één keer bestellen, alles in één keer laten komen, alle 10.000, of. Bijvoorbeeld in het andere geval 27 stuks per dag. In het eerste geval heb ik dus een enorm groot magazijn nodig. Iemand, ik moet ze alle 10.000 in één keer kwijt. In het tweede geval heb ik dus heel veel keer de leverancier aan de deur. Wat is nu wijsheid? In het eerste geval heb ik heel veel magazijnkosten. Ik moet ze allemaal in één keer kwijt. In het tweede geval heb ik heel veel bestelkosten. We gaan het berekenen met een cijfervoorbeeld. Stel, ik heb een, uh, stel, een doos een heel jaar lang in een magazijn hebben liggen, kost mij 2 euro per jaar. En de bestelkosten zijn 100 euro per keer. Dan zijn de totale kosten 1 keer de bestelkosten, 100 euro, en de magazijnkosten. Nou, hoe berekenen we de magazijnkosten? Stel, op 1 januari heb ik er 10.000 binnengekregen. Dan ga ik daarvan afzetten, ga ik leveren aan mijn klanten. Dan heb ik in april nog 7500 en dan zo verder, totdat ik op 31 december er nog nul over heb. We zeggen dan dat er gemiddeld dan 5000 stuks in het magazijn lagen. Dus de magazijnkosten worden dan 5000 stuks keer 2. De totale kosten voor één keer bestellen worden dan 5000 stuks keer 2, 10.000. En dan nog die bestelkosten is 10.100. Als ik er dan voor kies om die 10.000 in twee keer te bestellen, dus twee keer 5.000, heb ik er dus gemiddeld 2.500 op voorraad. Is keer 2 is 5.000 euro. En dan twee keer de bestelkosten is dus 5.200. Als ik daar nog een aantal varianten op verzin, dan kom ik bij de volgende tabel en kijk dan even naar de eerste twee kolommen. Dan zie ik dat Um, als ik steeds meer keren ga bestellen, dat dan uiteraard ook mijn bestelkosten toenemen. Want die leverancier moet steeds vaker komen. Tegelijkertijd neemt dan het aantal uh, dozen wat ik per keer bestel neemt af. Want ik moet nog steeds aan die 10.000 stuks per jaar komen. Nou, als ik er dan steeds minder per keer ga bestellen, heb ik er dus ook steeds minder gemiddeld op voorraad liggen. En daarom zakken mijn voorraadkosten en de laatste kolom dan ook. Als ik nu kolom 2, de bestelkosten en de voorraadkosten, ga optellen, dan krijg ik de laatste kolom, de totale kosten. Als ik dan zie bij welke bestelgrootte de totale kosten het minst zijn, dan is dat dus bij 1000 stuks. Dus de optimale bestelgrootte is 1000 stuks. En dat is bij 10 keer bestellen. We hebben daar ook een formule van, de formule van Kamp. Als we die dan gaan invullen, dan zien we daar dus een wortelformule. We gaan eerst de berekening onder de wortelteken gaan we uitrekenen. Dus dan krijgen we twee keer, dat is een vast getal, keer de 10.000, dat is de afzet per jaar. keer 100 zijn de bestelkosten, gedeeld door 2 zijn de, de magazijnkosten per stuk per jaar. Daaruit volgt dan de wortel uit uh, 2 miljoen gedeeld door 2. Daaruit volgt de wortel uit 1 miljoen, is dus 1000 stuks. En dat is de formule van Kamp.